René de Vos uit Sleewijk is een inzamelingsactie gestart voor het KWF en heeft deze gekoppeld aan de Vestingstadrun. 2 november aanstaande doe ik mee aan de Vestingstadloop in Woudrichem. En dat is als een doneeractie voor KWF. En ja, de reden waarom ik dat eigenlijk doe is, ik ben zowel mijn vader als mijn zus verloren aan de gevolgen van kanker. Ik ben een tijd geleden eigenlijk begonnen met hardlopen, puur om zelf wat fitter te worden, gezonder te worden. En heb bedacht eigenlijk van ja, het lijkt me wel mooi om wat voor KWF te kunnen betekenen. En tegelijkertijd voor mezelf een persoonlijk doel te hebben, om iets om naartoe te werken. En inmiddels heb ik daarmee ruim €4300 op weten te halen. Dus een hartstikke mooi bedrag, waar KWF echt super blij mee is. Waarom dan per se die Vestingstadrun? Nou, je kan via het platform van KWF. KWF biedt je eigenlijk een platform. Je kan daar aan diverse grotere evenementen meedoen. Bijvoorbeeld de marathon in Rotterdam of de marathon in Eindhoven of in Utrecht. Dan ren je eigenlijk als loper zelf wat minder in de publiciteit. Want je bent daar onderdeel van een wat grotere groep van renners die allemaal met Ren tegen Kanker meelopen. En de Vestingstadloop is een klein evenement in de buurt. De mensen kennen mij hier in de buurt. De mensen kennen wellicht ook nog wel mijn vader of mijn zus. En het leuke is aan de Vestingstadloop is dat ook je familie kan bij wijze van spreken op de fiets achter je aankomen. Wat ook nog een keer een extra motivatie is om het vol te houden. Ja, en als er mensen zijn in de regio die jouw actie willen steunen, waar kunnen ze dan terecht? Op de website van het KWF, Ren tegen Kanker. Als je Ren tegen Kanker intikt in Google, dan kom je al een heel eind. Als je dan ook nog mijn naam, René de Vos, intikt, dan kun je mijn persoonlijke site vinden en mij sponsoren. Ja, ondertussen heb je je doel al wel een beetje bijgesteld, is het niet? Ja, aanvankelijk was mijn doel €1250. Nou, daar ben ik glansrijk voorbij gegaan. Ik probeer eigenlijk nu nog op de 5000 te komen. Doneren kan via acties.kwf.nl/fundraiser/rendevos.